Ja, er is een video online gekomen van Max Moto, waarbij dan ze de voornaamste elektrische motorfietsen die op dit moment beschikbaar zijn, bespreken. Ja, ik ben hier niet alleen. Maar ik wou heel snel even... Wacht, ik ga er niet voor zitten. Ik wou heel snel even een paar... Ze hebben eigenlijk... Op zich is het een goede review. Hè. Ze hebben vier motorfietsen, twee Energica's, een Harley Davidson en een Zero SRF getest. En ze geven heel veel goede, interessante info rond hoe dat rijgedrag is en de prijs enzovoort. Maar ze hebben eigenlijk twee belangrijke fouten gemaakt, waardoor dat een klein beetje dubbel is, de informatie. En dat zeg ik niet omdat de Zero de eerste is die leeg lijkt gereden te zijn, dat zeg ik niet daarom. Eigenlijk, ze hebben twee grote fouten gemaakt. Ten eerste hebben ze, als ze de prijzen bespreken, als de Harley Davidson bespreken ze 34.000, dan van de Energica's bespreken ze een aantal opties, een goedkoper en een duurder, maar ze hebben daar wel de twee duurste modellen staan, of twee van de duurdere modellen. En van de Zero SRF bespreken ze alleen het model dat daar staat, wat eigenlijk het standaard goedkoopste model is van die SRF. Dus ze vernoemen nog wel de momenteel gratis 6 kilowatt laadtank dat je erbij krijgt. Maar ze vergeten te vermelden dat er ook nog dus van dat model, dus plus dat ook geen echt 2021 model is, het is een 2020 model. Dus hun titel is ook niet correct, maar dat is een ander probleem. En dat zijn details, dat zijn wat muggenziften. Dus wat dat wel belangrijk is, is dat ze dus vergeten te vermelden dat er ook een premium versie bestaat. En ze vergroten dat probleem. Plus ja, als je dan de premium versie, als je de prijs daarvan vergelijkt met de goedkoopste Energica, dan is dat ongeveer gelijk. Dus dan eigenlijk beter zijn toch twee Energica's. Dan beter een van die twee Energica's een goedkopere versie erbij gezet, omdat je dan een beter vergelijk kreeg. En dan zou die Energica trouwens als eerste, die goedkopere Energica, als eerste afgevallen zijn en niet de Zero. Allee, ze blazen het eigenlijk, of ze verergen het probleem nog, ze maken het eigenlijk nog erger, omdat ze, kijk, dat zijn dan de prijzen van de Energica's en van de Harley Davidson, maar ze maken het probleem eigenlijk nog erger, doordat op het moment dat ze dan de laadtijden vermelden, dan ze ook eigenlijk... de verkeerde laadtijden vermelden. Van de Zero SRF spreken ze over 4 tot 5 uur opladen. Dat is inderdaad, voor dat model klopt dat. Dat is eigenlijk dezelfde laadtijd met de 3 kW lader als je hem in de stekker steekt. Maar moest je dus dat iets duurdere model, en met als ze met die promotie zitten, is het niet eens zoveel duurder, maar dat iets duurdere model neemt, dus die premium zoals ik die heb met een 12 kW lader, en gaat naar de juiste laadpaal, dan heb je hem op 1 uur volgeladen, volledig volgeladen. Dus dat vergeten ze te vermelden. Plus, als ze dan over de laadtijden hebben van de Energica's, dan maken ze ook een grote fout, want dan spreken ze over het snelladen. Ik ga niet te ver in detail gaan, als er vragen rond zijn, kan ik dat altijd beantwoorden in de comments hier. Maar als je het dan hebt over het snelladen, dus als je zo'n snellader gebruikt, dat ze op 25 minuten is, denk ik, dan ze zeggen, terug de baan op kunnen. Het probleem daarmee is dat op die 25 minuten, zeker met de modellen die zij aan het testen zijn, met de oude Energica's, met die goedkopere Energica's, dan heb je de motorfiets op 25 minuten heb je die bijna voor de helft opgeladen. Maar dus dat is in deze video dan eigenlijk de model met 21,5 kWh accu. En die moeten eigenlijk aan de snellader, moeten die nog, dat is, zelfs als je afrondt 20 kW accu en een 20 kW lader, of 20 kWh accu, en een 20 kW lader, dan moet je nog een uur laden om die vol te krijgen. Dus op 25 minuten heb je die nog niet voor de helft volgeladen. Maar voor de rest wel een interessante video. Zeker als je gewoon in het achterhoofd dat er zowel van de Energica als van de Zero verschillende modellen bestaan, die dichter bij elkaar liggen eigenlijk, als je bepaalde configuraties neemt. Nog verrassend is dat op het einde ga je ook merken dat Harley Davidson eigenlijk even ver geraakt in de test. Iets van 160 km hebben ze gereden over snelwagen binnendoor. Die raakt even ver als die Energica's. Nu, die Energica's hebben de 20 kWh accu. Harley Davidson spreekt van 15,5 kWh, maar ik vermoed dat die 15,5 kWh dat eigenlijk de bruikbare capaciteit is. En van die 20 kWh accu's heb je 18 kWh dat je echt kunt gebruiken. En dan de Zero heb je van die 14 is eigenlijk ook maar 12 kWh dat je effectief kunt gebruiken. Dat was mijn idee over deze, voor de rest wel een zeer goede video. Het beste van al van deze video is natuurlijk dat ze, ja, ten eerste zijn mensen die heel veel motoren testen, dus die daar heel veel zinnigs kunnen over vertellen, plus dat ze die verschillende modellen bij elkaar gekregen hebben. Dus, gelijk hoe, een dikke duim voor de video. Alleen spijtig van de misinformatie.